De Suurhofbrug in het Rotterdamse Europoortgebied ligt over het Hartelkanaal en is een belangrijke verbinding in de Rijksweg A15. Er liggen twee bruggen naast elkaar, een spoorbrug en een brug voor het autoverkeer. En beide bruggen dragen dezelfde naam. De brug is vernoemd naar de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat, Co Suurhof. Oorspronkelijk bestond de brug uit een beweegbaar deel en een vast deel. In januari 2017 is het beweegbare deel buiten gebruik gesteld. In 2019 reden dagelijks 30.600 voertuigen over de brug. Door de toename van met name het vrachtverkeer vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam en het achterland is de brug dringend aan vervanging toe. Er is sprake van scheurvorming en vermoeiing van het brugdek. Oorspronkelijk was gepland om de brug te renoveren vanaf 2018 om de levensduur met minimaal 30 jaar te verlengen. Bij de renovatie was gepland om hoge sterktebeton, HSB, op het brugdek aan te brengen. Diverse bruggen in Nederland zijn volgens deze methode versterkt. De Suurhofbrug bleek echter niet geschikt om op deze manier te renoveren. Onder andere vanwege scheurvorming in het brugdek en de gedeelde fundering met de spoorbrug. Naast de bestaande brug zal een nieuwe worden aangelegd. Men is inmiddels met de voorbereidingen begonnen. Aan de zuidzijde is inmiddels een zandlichaam aangelegd voor de oprit naar de nieuwe brug. En langs het water is men al begonnen met heiwerkzaamheden. Vanwege de bouwvakvakantie zijn er op dit moment niet veel activiteiten. De nieuwe brug wordt één grote overspanning over het Hartelkanaal, zonder brugpijlers in het water. In het voorjaar van 2021 zal het nieuwe brugdeel worden geplaatst. De opknapbeurt van de Suurhofbrug en het bouwen van een oplossing die zo'n 80 jaar mee kan, is één van de eerste projecten uit het landelijk programma van Rijkswaterstaat. Mogelijk dat vanwege de bouwwerkzaamheden een aantal huizen in het naastgelegen bosgebied nog zullen moeten verdwijnen. Maar dat is op dit moment nog niet zeker. Verwacht wordt dat in 2021 de eerste auto's over de nieuwe brug gaan rijden. De afrondende werkzaamheden worden in 2022 gereed verwacht.